Ik heb hier en daar wel het idee dat de docent door leerlingen, soms ook door ouders, met onvoldoende respect wordt behandeld. En dat soms wel, dat is een soort werknemer wordt gezien, die ook door de ouders. En dat als er dus kinderen met klachten thuiskomen, dat ze dan eens even naar een school toe gaan om die leraar te vertellen hoe het zit. Hmm. En dat vind ik toch niet de verstandige houding. Hmm. Ik mag toch hopen van ouders dat als die kinderen thuiskomen met een verhaal dat de leraar boos op ze is, dat ze dan misschien als het nodig is dat gesprek met die leraar wel aangaan. Maar niet vanuit de houding van wat heeft u nou mijn kind aangedaan? Maar toch in principe van nou ja, u bent docent, u doet uw vak en moet ik me ergens zorgen over maken? Kan ik nog helpen? Toen ik aantrad als minister van Onderwijs, 2007, dat was kort na die commissie Dijsselbloem, die parlementaire enquêtecommissie, die had geconcludeerd dat al die grote stelselherzieningen toch vaak op een onverantwoorde manier gebeurden. Dus toen trad er voor het eerst weer een PvdA-minister aan. En toen heb ik inderdaad wel gedacht, ja, ik ben het met die commissie eens. We hebben toch wat dingen van nou ja, natuurlijk vroeger middenschool, mammoetwet, de VMBO-invoering. Er zijn een aantal grote stelselwijzigingen waarop terug wordt gekeken met gemengde gevoelens. Van, is het eigenlijk allemaal goed gegaan? Het idee dat je pas een goede minister van Onderwijs bent als je de boel behoorlijk hebt opgeschud, dat leek mij niet goed. Maar ik heb toen wel gedacht, de kracht van het onderwijs is de kwaliteit van de leraar. En ik heb me in die periode echt geconcentreerd op het lerarenbeleid. En dus ook in het begin aan een breed samengestelde commissie gevraagd van, wat zou daar moeten gebeuren? En toen hebben we daarna een actieplan gemaakt, actieplan leraren. En daar structureel 1 miljard euro aan besteed. Zowel arbeidsvoorwaarden, inkomen, maar ook betere scholing en nog een aantal andere dingen. Dus ik heb wel altijd heel bewust geprobeerd om te zeggen, het onderwijs is zo goed als de leraar voor de klas. Ik bedoel, dat is natuurlijk vaak gezegd. Hè, maar dus als je het onderwijs wil verbeteren, dan moet je daar ook beginnen. Hm. Autonomie vind ik een ander verhaal in die zin dat ik er bijvoorbeeld wel heel erg aan hecht dat binnen de vakgroep leraren elkaar scherp houden. Hm. Dus als autonomie betekent van de deur dicht en niemand bemoeit zich met mij, dan denk ik dat weer niet goed is. Maar dat je dus idealiter leraren hebt die met elkaar ook praten van hoe zou jij dat doen? Ik vond dat het onderwijs op een gegeven moment wel erg tenderen naar allerlei algemene vaardigheden. Terwijl mensen toch ook gewoon moeten kunnen leren lezen en schrijven op voldoende hoog niveau en rekenen en weten hoe de wereld in elkaar zit. Mm. En ik denk nu juist dat een unieke kans is op school. Als je die kans mist, dan hou je het eigenlijk nooit meer helemaal in. En ik geloof niet dat in strijd is met het onderwijl ook opleiden of vormen of helpen ontwikkelen tot mondig burger. Natuurlijk moet je talent van studenten ontwikkelen, maar ik ben niet zo van de ontplooiingsfilosofie die dus zegt van god, iedereen weet zelf het beste wat hij in zich heeft en je moet alleen maar als een soort baarm of een soort vroedvrouw de bevalling helpen. Weet je wel, dat vind ik een te passief beeld voor de docent. Want er mag ook best iets normatiefs in zitten, dat de docent zegt, luister eens, jongens, jullie zijn, afhankelijk van welke groep je doseert, maar jullie zijn jong. En ik weet dat je om later fatsoenlijk te kunnen functioneren, dat je op dit niveau Nederlands moet kunnen of Engels moet kunnen of moet kunnen rekenen. En dan kun jij wel denken, daar staat mijn pet niet naar, maar geloof dat nou voor mij, dat moet je toch kunnen. Behoorlijk directief zijn daarin, dat vind ik, dat is uiteindelijk in het belang van de kinderen. En juist van die kinderen die niet thuis ook nog eens ouders hebben of een andere omgeving hebben, die daar scherp bovenop zitten. Maar die kinderen die thuis misschien al wat taalachterstand hebben, die hebben het grootste belang bij dat op school wordt gezegd, ja, maar je moet dit beter leren. We willen de status van een beroep leraar verhogen. Want eigenlijk is dat, ook als je terugkijkt toch aan je eigen jeugd, dat zijn toch mensen die voor je hele leven bepalend zijn die een soort stemmetje in je hoofd zijn geworden die als je je te gemakkelijk ervan afmaakt zegt, joh, Ronald, je kan toch wel beter je best doen dan dat. Hm. Hè? Of wees eens een beetje aardig tegen die of wees eens een beetje fatsoenlijk tegen die. Dus die belangrijke leraren die zijn levensbepalend. Dat is aan de ene kant wat als het goed is toch hebt ervaren. Aan de andere kant is het een beroep
wat niet meer de aanzien heeft die het had. Vroeger had je ze zeiden ook wel eens over de voorganger van de PvdA, de SDAP, zeiden ze een beetje plagend. Dat is de schoolmeesters, dominees, advocatenpartij. Om in die tijd weer te geven van dat waren allemaal hooggeplaatste personen. En het gekke is, als je er nu naar kijkt, dan is een advocaat en zo, dan wordt nog steeds wel eens een hoog ambt gezien. Schoolmeester. Ja. En dat is niet goed. Mensen zouden echt moeten zeggen van, nou ja, een schoolmeester, dat is echt een elite functie. En daar moeten we meer aan doen. En daarvoor zou het dus kunnen helpen, omdat die professie ook ontwikkelingsmogelijkheden te bieden. Dus dat oude model van, ik heb het wel eens vergeleken met een klooster, dus een vroege roeping. En dan ging je op je 18e, dan ging je het klooster in, deur achter je dicht, helemaal tot je pensioen. En dan deed je gewoon wat er binnen die muren gebeurde. Als dat het beeld is voor het onderwijs, dan gaan wij natuurlijk geen mensen meer van het onderwijs vinden die dat willen doen. Nee. Dus je moet een veel dynamischer beroep hebben dan alleen maar van, nou, de schooldeuren dicht, die is mooi opgeborgen voor de rest van zijn leven. Dus om die docent te krijgen en te houden, moet hij natuurlijk zo af en toe eens een stap naar buiten kunnen maken. Er moeten zij-instromers zijn. Die moet ook eens buiten die muren van het leslokaal wat kunnen doen. Want anders vrees ik dat je juist de beste mensen na een paar jaar verliest. Ik denk dat de meerwaarde van het mbo nog eens is, dat het natuurlijk toch op een beroep is gericht. En dat het ook voor jongeren wel heel verrijkend is wanneer ze dat beroep ook zien. Dus ik denk dat het goed zou zijn, maar er zijn anderen in het mbo die hebben er veel langer over nagedacht dan ik. Maar wanneer je het zo kunt vormgeven dat die aansluiting bij het beroep en bij de vakman die je kunt worden, dat die ook voor kinderen zichtbaar wordt, voor jongeren zichtbaar wordt. Dus dat het is één ding om een technisch vak te studeren, maar het is een ander ding om dan ook eens af en toe les te krijgen van mensen die dat ook werkelijk uitoefenen. En dat je denkt van, goh, als ik nou zo zou kunnen worden, dan zou ik een mooi leven hebben. We zullen moeten zorgen dat, want nogmaals, de toekomst van ons land, de toekomst van onze kinderen, die geef je in handen van docenten. Ja, dan moet je toch willen dat dat ook mensen zijn die ook zich gewaardeerd weten, in alle, ook materieel, maar ook in hun professie. En zich niet als een lesboer behandeld voelen worden. Dus het is echt in het belang van de toekomst van de jeugd en de toekomst van het land, dat we dat beroep van docent, dat we dat op een voetstuk plaatsen, dat we dat in ere houden.